Hoi, ik ben Marjolein. Ik ben consultant bij Eris Agree. En vandaag nemen we een kijkje binnen bij Luminate. Kom met me mee. Hi, welkom bij Luminate. Ik ben Frank Dings en samen met mijn collega Dennis Gieselaar voeren we hier samen de directie. Ik doe met name de technische kant, ben technisch directeur van Luminate. En daarin bekijken we samen met het R&D-team wat we dan eigenlijk toepassen in de techniek. En met name voor industriële ledverlichting, zowel voor de horticulture sector als voor de witlichtverlichting. We zijn begonnen in Eindhoven, daar natuurlijk in de lichtstad zijn we daar begonnen. En daar hebben we unieke producten bedacht en ontwikkeld en geadviseerd naar klanten toe. En daarin zijn we met name in de technische ledverlichting behoorlijk doorgegroeid. Tot inmiddels nu hier in Roosendaal zitten en daarna in Oud-Gasten waar we nu zijn. Hebben we een mooi pand waarin we dus inderdaad de ledverlichting produceren, bedenken en maken. Luminate is sterk aan het innoveren, zullen we zeggen, met name in de groeiverlichting. En daarin werken we samen ook zelfs met partners. Om daarin met name in de meer lage teelt, zowel gesloten als open en onze vertical farming, hebben we daar unieke producten voor ontwikkeld eigenlijk. Die we nu graag steeds in grotere mate naar de markt willen brengen. En daar zul je heel duidelijk proberen als brugfunctie om daarin toe te passen en de klant te adviseren wat je kan toepassen en gebruiken. Luminate is in het veld altijd de frontrunner geweest van unieke LED toepassingen. Met name in de industriële verlichting doen we daar echt unieke dingen die andere mensen niet doen. Zo doen we dat ook in de vertical farming. Daar hebben we echt specifieke producten ontwikkeld samen met partners, zullen we maar zeggen. Die we dan echt heel exact goed toe kunnen passen in de vertical farming. Want we zien dat duidelijk als een hele grote groeimarkt. En in de nabije toekomst willen we daar zeker een hele significante speler in zijn en worden. Daarin hebben we jouw kennis en kunde natuurlijk met hart nodig. Omdat wij dat stukje missen, moet jij dat toevoegen. Als je daar gaat kijken natuurlijk, als we met die kennis en kunde die van jou kunnen gebruiken, kunnen uitbouwen naar de wereld. Je hebt erin een behoorlijk zelfstandige functie. Want jij bent vooral buiten het veld om nieuwe tuiners te vinden, onze LED-toepassingen daarin te adviseren eigenlijk. En met de klant samen te bekijken wat er moet gebeuren. Dus je bent met name de brug tussen onze kennis binnen en jouw kennis en kunde buiten toe te passen bij de tuiners. Ja, je komt er in een team te werken, in een jong team. Ik ben een van de oudste medewerkers een beetje. Je komt erbij met een jong team te werken die echt veel kennis en kunde hebben, zullen we zeggen, over ledjes en technieken en dat soort zaken. En jouw kennis van en kunde van de horticulture en jouw opleiding die je daarin gedaan hebt, is van harte welkom. Een gedeelte van de productie met partners hier in de buurt. Waar we dus inderdaad de subassembly binnenkrijgen, dus de kort samenstelling. En hier doen we de finale assemblage en testen. In deze ruimte met name doen we dus inderdaad de finale assemblage, waarin we de gesloten behuizing zullen we zeggen maken en de ledboard samenstellen en de lenzen op de producten zetten. Ja, daar zag je dat, zullen we zeggen, omdat er eigenlijk altijd speciale optieken nodig zijn om een bepaald lichtbeeld ergens te genereren, heb je natuurlijk bepaalde soorten lenzen nodig en die worden hier net opgezet. Hoi, ik hoop dat je gezien hebt wat we hier gedaan hebben binnen Luminate, wat we aan het doen zijn en wat het betekent om hier te mogen werken. En we willen je graag uitnodigen, mocht je interesse hebben, om dat verder uit te komen toelichten.